excited. Ja! Dat is gewoon niet normaal. Ik ben zo excited. But if you close your eyes. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag donderdag en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is dus vandaag donderdag, zoals ik net al zei. Het is nu rond 9 uur en ik heb best wel een beetje haast. Want vandaag is het namelijk donderdag en dat betekent dat ik vandaag met Jamira naar de bodyguard ga. Maar daarvoor hebben we ook nog een heel leuk dagje Utrecht gepland. Dus daar gaan we ook eventjes naartoe om nog even wat te winkelen en dat soort dingetjes te doen. Super veel zin in. Ik weet gewoon totaal niet wat ik aan moest doen vandaag. Omdat ik ook niet weet wat verwerkt wordt. Kijk, het wordt nu. Het is nu dit. Het komt heel erg. Het komt heel erg zomers over. Maar dat is het totaal niet. Ik weet dus niet hoeveel graden het is. Maar ik heb op dit moment dit aan. Deze trui van de weekend. Broek komt van de Bershka. Schoenen Vent. En ik ga mijn nieuwe bomber jacket hierover aandoen. Ook van de weekend. Dus super zin in. En ja, ik ga er zo meteen vandoor. En ik neem jullie weer gezellig een dagje mee. Zoals jullie kunnen zien, zit ik in de trein. Ik ben onderweg naar Utrecht. En ik ben met Jamira. En we hebben het allebei echt kapot heet. Ik heb zwart aan. En we gaan lekker winkelen straks, lunchen, weer winkelen, avondeten en daarna de bodyguard. En Jamira, hoe blij ben je met onze plek? Niet. Jamie zei tegen mij, ja, we zitten een beetje op zo'n balkon. Niet dus, want we zitten echt letterlijk helemaal achteraan. Nou ja, ene laatste dan, ene laatste rij. Laatste rij. Oh nee, mag niet hè? Nee. I don't care. Niemand kijkt. Alleen wij. En dan moet je beseffen, ja, als ik dit nu film in het onderwijs, dat dit gewoon duizenden, nou niet duizenden mensen, maar wel honderden mensen het wel kunnen zien. Ja. Dat ik zoveel abonnees heb. Trouwens, ben je nog niet geabonneerd en kijk je nu deze vlog, abonneer je dan even hieronder. Want dat zou je mij heel leuk maken. Heel blij mee maken. En we zijn over, hoe laat is het nu? We zijn over 5 minuten in Utrecht. En Daarna ga ik naar de H&M om Bieberkleding te kopen. Hopelijk hebben ze dat nog. En ik spreek jullie later. Even opladen met een taartje, ijskoffie en nog een ijskoffie. En ik heb wat gekocht bij de Bershka. Een koptelefoon die ik al heel lang wilde. Deze. En daar staat veel op. En... Ik ga het ook doen. Wat? Wat is er? Ik doe zo in mijn... Er zit toch een rietje, maar ik doe hem alsnog zo naar achter. Ik heb deze gekocht en deze was normaal, 17,99. Komen we bij de kassa, was die 1,99 euro. En Jamira heeft ook twee hele leuke setters gekocht. Ja. Oké, shoplog in de vlog. Die. Ah, heel erg leuk. MTV. Ze gaat werken bij MTV. Ja, nee. Goed. Joke. En die. En sweater. Oh my god, het is buiten fucking 30 graden. Wie koopt er weer sweater? Joe. Lekker eten. Oké, ik eten en drinken en Jamira ijskoffie. En vanavond naar de bodyguard. Super zin in. Oké, we zijn alweer een paar uur verder. En we zitten inmiddels alweer bij de HEMA voor de tweede keer vandaag. Ik heb een Vivid gekocht. Een appelmoes. En ik heb patatjes. En Jamira heeft een vitaminewater in de smaak. Black currant flavor en achai ofzo. En een tosti croque monsieur. En we zijn lekker aan het wachten. En daarnet hebben we hier 2 uur lang gezeten. Ik maak er serieus geen grap. We gingen hier zitten om 11:55. Dus en toen gingen we hier weg om 2 uur. 2:55. En het is inmiddels 3:15 en we zitten hier weer. Oh my god. Are you kidding me? Are you serious? Oké, ik ga het even halen, want mijn dingetje piept. Oké, ik ben zo terug. Ik heb nu mijn eten. Wat dan? Mijn kachel komt niet aan. Wat is dit? En ik heb nu ook lekker mijn eten.
Dus ik ga lekker eten en ik spreek jullie misschien over 30 jaar weer. Nee, no joke. Maar we gaan zo meteen lekker weg. We gaan zo meteen naar het Beatrix Theater over 80 jaar. Ja. Nee, we hebben nog serieus nog 4 uur. Nog 8 uur, dat is nu voor over 3. We hebben nog 4 uur en een kwartier. Nou, dan tussen moeten we ook nog avondeten. We zitten er ook waarschijnlijk weer een uur of zo. En je weer omhoog zitplassen. En deze trap is heel erg eng naar boven. Denk ik. Waar boven? Wij zijn daar, maar het is daar. Oké, doei. Ik ga nu eten. Oké, we zijn een paar uur verder. En we zijn nu op Utrecht Centraal. We zijn nu naar het Beatrix Theater aan het lopen. Want we gaan straks naar de Polycard. Yay! En ik zie het al. Jamie is zo excited. Ja! Dat is gewoon niet normaal. Ik ben zo excited. Omdat ik hier al echt al een hele week naar uitkijk. Hé! Hey. Wat? Nu herken ik het pas. Op die roltrap waar toen Bradley en Jeroen waren en zo. Aan het spacen. Ja! Nou, niet spacen van... En hoe heet Thomas. Ja, kijk jongens. Ik ga je nu laten zien waar ik nu loop. Kijk, Utrecht. Kijk jongens, de bodyguard. Wacht, je ziet het niet echt. Oké, okay. De bodyguard. Super zin in. En we gaan nu naar binnen. Yay! Oké, okay, we zijn inmiddels binnen in het Beatrix Theater. En ik heb net iets voor mij in Jamira gehaald. Je hebt hier zo'n standje en dan kan je... Wat is er? Is het vies? Oh, nou, we hebben dus samen voor deze hele leuke dag die ik heb gehad vandaag... Hebben we gehad vandaag tot nu. Hij is nog leuk, maar hij wordt nog leuker. Laat ik het zo zeggen. Het is een... Beker! Yay. Oh. Hey, van de bodyguard. En ik vond het wel echt een leuke herinnering voor later. En we mogen over een half uurtje de zaal in. En dan gaan we lekker genieten van de bodyguard. Hoop ik. Nee, het wordt echt leuk. Het wordt echt leuk. Echt heel gaaf. En we moeten zo meteen naar beneden en dan via die trap naar boven. Maar dat zien jullie niet. Maar ja, ik weet wat het is. Kijk, die trap daar moet naar boven. En ik heb lekker nu een beker. En dan ga ik lekker morgen... De hele dag uit drinken. Dus I love it, I love it, I love it. En ik ga lekker genieten van de avond. En ik neem jullie weer mee. Okay, inmiddels zitten we dus in de zaal. En Jamira vindt... Zo. Wow. Fucking hell. Jamira, wat vind je van ons plek in één woord? Ja, kijk hoe. Kijk, we zitten helemaal boven. We kunnen nog net het plafond niet aanraken. Want kijk, dit is het plafond. Maar we zitten zeg maar op 7 hoog boven. Hoe heb jij geen licht? En hier heb ik licht. Zo wit. Oh my god. Kijk, ik ga het nu laten zien waar wij nu zitten. En ik ga het inzoomen. Logo. Daar is het podium. En wij zitten nu hier. Aan de buitenkant. Lekker te chillen. Kijk. Hoe leuk is dit, jongens? Ik vind het echt top. I hate you. Grapje. Maar we gaan lekker de show bewonderen. En ik spreek jullie zo weer. Het is nu. Even kijken. Nu 8 over 9, sorry. Het is nu pauze bij de bodyguard. En Jameer, hoe vind je de musical tot nu toe? Ik vind hem wel leuk eigenlijk. Ik vind Romy echt heel mooi. Ja, Romy kan echt goed zien. En dus moeten we wat aan het licht eigenlijk doen. Ja, we kregen op een gegeven moment het laatste nummer, kregen we dat licht. Want van het podium kreeg helemaal bakkes geschenen. En ik zag niks meer, ik zat zo. Oh. Van, oh shit, ik zie niks meer. Ja, dat is... Ik vond Freddy echt heel grappig. Ja. Hij speelt echt wel leuk. En die Dave Mantel speelt ook echt super gaaf. Ik ken alleen maar Romy en Freddy dan. Voor de rest eigenlijk niemand. Ik vind een beetje die stalker, die wordt een beetje eng of zo. Maar ja, ga allemaal de voorstelling. Oh nee, wacht, als deze vlog online komt, is het din. Dus kunnen jullie nog bekijken tot zaterdag. Dus gaan we zeker even checken. Dus. Ja, en net zat hier naast een vrouw en die zat gewoon te filmen tijdens de show, terwijl het helemaal niet mocht. Maar goed, ze kunnen al lekker zelf niet, hè. En de show gaat over 20 minuutjes weer beginnen. En dan gaan we de tweede acte zien en dan is super raar natuurlijk. Dus we zien die zo weer bij het slotapplaus, zeg maar, want dat mag ik wel vloggen.
Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Ik ben wakker geworden bij Jamira. Ik heb super lekker geslapen. Alleen wel kort. Ik liep pas om 2 uur 's nachts omdat de mensen hiernaast of wat hebben. Je bent al een oude vrouw. Maar ik hoorde gewoon jongeren. Heel hard lachen. Of ze hadden een hele grote gangbang met z'n allen, want ik hoorde dat echt heel erg. Ik hoorde het echt heel erg. Ze waren aan het lachen en zo. En gisteren was echt leuk. Maar vandaag wordt het ook een leuke dag, want vandaag is schoolfeest. Zo, er zit wat in mijn oog. Vinger. Ja, en iets anders. En mijn haar is vandaag het beste van de week. En de award voor beste haardresser gaat naar mij. Mira is ondertussen de tanden aan het doen. Nou. En ze wil roze schoenen. Omdat het dan matcht bij haar trui van MTV. Deze trui dus. En ja, ik ga eerst mijn haar van nog fixen. En dan ga ik lekker samen met Jamie de bus in. En dan gaan we naar... Jamie gaat naar school en ik ga weg. Nou. Wat is er? Hoe laat is het? Het is nu. Ik heb geen zin. 8:10. Ik ga hem zo omkleden. 6:08. Hou je rond. En dan. 35 gaat hij dus over 20 minuten gaan. Oké, dan ga ik me omkleden. Doei. Dan ga ik me echt omkleden. Een paar uur later. Ik heb lekker een dutje gedaan van 2 uur. Ah, heerlijk altijd als je dan lekker slaapt of zo. Dat je een power napje kan doen. Dus ik heb net ook weer gedanst op de nieuwe single van Maan. Echt. Oh, ik hou van die single. Hij komt vanavond op YouTube. Dus als je deze nog ziet, staat hij op YouTube. Dus ik ga me zo meteen omkleden en alles doen. Want ik ga vanavond naar een feestje van de MBO Theaterschool. Van mijn school. Schoolfeest. Ja, voor mij is het een soort afscheidsfeest. Dus je denkt, afscheidsfeest. Vanaf aan volgend jaar zit ik niet meer op de MBO Theaterschool. Dan zit ik weer gewoon lekker op grafisch. Lyceum. Dus... Ja, dat wordt best wel tricky. Ik ga me zo meteen omkleden. Straks komen over 1,5 uur komt Nina, Emily en Michael naar me toe. En dan gaan we hier gewoon iets drinken. En dan gaan we daarna met z'n viertjes naar de party. Dus ik heb er super veel zin in. Ik weet alleen nog niet wat ik aan moet doen. Maar ik ga denk ik gewoon lekker mijn fans aan doen. En een zwarte broek. En misschien een leuk shirtje. Ik weet nog niet wat voor shirtje. En ik weet ook niet of ik een jas mee moet nemen. En ik heb een mug gebult. Jongens, kijk. Op mijn arm. Fuck. Hier, kijk. Heb ik een mug gebult. Echt mega kut. En ja, ik heb hier ook. Ik weet niet of jullie dit al laten zien. Die koptelefoon, die heb ik gisteren gekocht. Bij de Perska in Utrecht. Ik weet niet of jullie dit al laten zien. Denk het wel. Maar ik vind hem echt super leuk en hij komt super goed geluid uit. En ik had iets van, hij was €17,99. Ik heb serieus 16 euro korting gehad. Dus ik betaal uiteindelijk maar €1,99 voor deze koptelefoon. En die wilde ik al best wel lang hebben. Maar volgens mij wordt deze vlog lekker lang. Dus yeah, super zin in. Oh, ik moet even een kruisje maken op mijn gebult, want dat helpt. Dat heb ik mee. Ik ga me klaarmaken, want ik brabbel alweer echt bijna 3 minuten. En ik, ja, anders voor deze vlog 100 minuten, dus daar hebben jullie ook geen zin in. Ik ga me klaarmaken en ik laat jullie zo mijn outfit zien. Inmiddels heb ik me al klaargemaakt. Ik heb dit shirt aan van Forever 21. Alleen ik weet niet of ik deze aanhoud, anders verander ik deze nog voor een zwart shirtje. Mijn broek komt van de Bershka en mijn sokken zijn van de Primark. En ik doe mijn fans aan. Dus, ze zijn er en ik ga de camera dus niet meenemen. En ik ga nu vloggen met mijn mobiel. Nien. Ze gaat naar de jungle. Weet je wat ze Nien had het al half scheet. Dan beter dan meteen even een patatje halen. Ja, Nina, ik patat. Dat is heel leuk. Lekker! Oké, inmiddels ben ik alweer thuis.
Het is alweer de volgende dag, dus eigenlijk nu officieel zaterdag. Maar ik heb helemaal niet de vlog afgesloten. Dus dat doe ik bij deze. Vond je deze vlog nou leuk? Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onder de video. En vergeet me ook niet te volgen op al mijn social media kanalen. Twitter, Instagram en Snapchat. Dat zal allemaal in de beschrijving staan. En ja, het was super gezellig. Het is echt heel gezellig. Ik sliep pas om 3 uur. En het is nu 12 uur. En ik ben nu bezwakker. Dus ik heb lekker flink uitgeslapen. En ik ga nu beginnen aan mijn kamer. Maar dat zien jullie allemaal in de volgende video. Ik weet niet eens wat ik wil zeggen. Dus ik zie jullie volgende video weer. Tot volgende video. Doei doei.